Ja, pas op voor je hand. Oh, it is the last stage in the master plan. We hebben je gebeld. We hebben op Snapchat telkens zitten kijken of jouw locatie dan bijwerkt. Niemand kon mij herkennen. En jij bent daar die mij herkent. Stop met mijn pistool. We zijn aangekomen in het verlaten gebouw. The first revolution is when you change your mind about how you look at things. And see that there might be another way to look at it that you have not been shown. Some of you were winning, and sometimes there was a losing game. It will not involve American combat troops fighting on foreign soil. You guys, you chose this outdoor trip, and you turn out to be heroes. So this was an act of terrorism designed to kill innocent people. Some people flew up and down the mountain. Another one is protect your cover. This is why a simple cover is easier. Protect at all costs classified information. Look, again, I think that's a ridiculous accusation. The president in this matter has done nothing wrong. Under the gun, you're not going to want to be trying to remember all the details of a complicated cover. Niet rechtdoor, dat heb ik geblokt. Met een ijzeren paal? Oké, tof. Ja, en we zijn aangekomen in het verlaten gebouw. Waar ben jij? Oh, hier kan iedereen je zien. Iedereen kan je hier zien. Maar even kijken, deze deur nog dicht. Hij is nog dicht. Oké, top. Snel weg, weg, weg. Dus, moeten we de maskers niet opdoen? Hier. Ja, maar dat loopt niet fijn. Lucas, vang hem. Dat loopt niet fijn. Ik doe mijn Dali wel op. Wacht even, hou heel even vast. Ja. Wil je de kluis even snel zien? Oh, ben ik aan het selfie? Ja. Ik hou er altijd heel erg van. Okay. Maar ik durf eigenlijk nooit. Even het karretje. WC's. Oh, overzichtje. Wacht, Lucas. Lucas, wacht. Lever je pistool in. Ik heb een geheim vak in mijn tas. En daar vinden ze hem niet. Als de politie ons pakt... Die pakt ons niet. Die pakt ons niet, de politie. Daarom, maar... Als we het doen, geeft ze tenminste niet onze pistolen. Oh, maar nu heeft de vlog het gezien. Nee, de vlog ziet niks. Oh nee, die ziet niks. Hier, die ziet niks. Oké, yes. Take the phone. De professionele camera. Ik ga alleen even de kluis zien, ja? Ja. Ik vind dit altijd echt doodeng. Ik vind inbreken in het verlaten gebouw is geweldig. Maar het naar binnen gaan is het engst. En het naar buiten gaan is nog enger. Dat is natuurlijk ook. Maar als ik er eenmaal in ben, vind ik het altijd wat minder. Ik vind het dan nog steeds wel eng. Maar ik heb een beetje meer het idee van wat als iemand even de politie heeft gebeld. Maar ja, aan de andere kant denk ik, wie komt er nou binnen voor een inbraak van twee jochies? Oké, top. Maar ja, wie gelooft ons dat wij... Wat? Wie gelooft ons dat we niks van plan zijn als we hier rondlopen met Dali-maskers en machinegeweren die nep zijn wel hoor. Maar nog steeds... Een like? Nee. Grappig. Fuck. Doe je. Ik heb nog helemaal niks gezien. Hier is de machine van. Hier zit echt ieder van. Dit is toch intens cool. Wil je een brachtwisselbordje? Nee, ga weg, weg, weg. Wil je deze hebben? Stop. We loten het aan de schrijvers. Nee, maar we gaan hier geen dingen kapot maken. Doe jij de deur open, dan kom ik ook. Kom. Oké. Okay. Oké, we zijn aangekomen in de kelder.
Nog meer machines. Waar is die kruis waar je het over had? Oh, dit is gewoon ijzer. Spannend. Heb je dit eerder gehoord? Nee. Wat doen we? Dat is mijn eerste kluis trouwens. Ah, oké, top. Nou, let's go dan. Oké. Okay. Wat wil je, man? Maar wie weet is de mede-inbreker. Wat denk je dat het is dan, politie? Nee, het is, de enige kans is dat er andere jongens zijn. Ja, en? Wat de fuck dan? Wat zou er gaan? Zij zijn even illegaal als wij. Klopt. Als ze gaan vechten is het irritant, maar dan moeten we snel weg. Ja, maar beter gaan we gewoon weg nu. Ja, let's go dan. We gaan van deze deur de uitgang, hoofdingang overheen klimmen weg. Hoofdingang is toch niet handig? Oké, we gaan dan hier. Oké. Okay. En het is... We zitten nu in een hoek. Dus we zitten... Ze kunnen hier alleen komen via die deur. Ja, maar wat doen we als ze via die deur komen? We kunnen het daar gewoon uit hier links. Ja, maar dan ziet iedereen ons. Ja, maar dan moeten we gewoon omrennen. Maar dan moeten we daar het hek weer over. En dat is wel... Dan ren je langs alle ramen. Dus dan heb je een grote kans dat hun letterlijk gewoon... Als ze daar toevallig lopen, dan... Ja, maar als zij ons zien, geen probleem. Nee, en zij staan binnen. Dus dan moeten ze... Ze kunnen niet naar buiten maar komen. Maar waar ben je bang voor? Dat ze ons gaan slaan? Nee, ik ben nergens bang voor, echt. Maar het is toch, zeg maar, normaal ben ik met een groep van 5 minimaal ongeveer. En als je dan mensen tegenkomt, is het van, oh ja, zeg maar, jij bent in de meerderheid, dus ze kunnen jou niks doen. Ja, maar wat denk je dat ze kunnen doen? Ze kunnen niks doen. Ze gaan ons niet hier in elkaar maken, maar het is wel... We hebben wat berichten achtergelaten voor... Hoe bedoel je? Nou, we hebben op het whiteboard dingen geschreven. Dat ze hier niet moeten komen, dat ze niet moeten slopen en met wat... Worden. Wat denken jullie dan ook? De afspraak alles, was... We hebben alles dichtgemaakt wat hun hebben geopend. Barcelona. De afspraak was niks achterlaten. En wat doen jullie? Achterlaten. Maar het zijn toch ook gewoon klootzakken als je alle ruiten hierin gooit. Ja, dan ben je klootzakken. Maar het nadeel is, als de politie er is, dan zijn wij even snel verdacht als zij, snap je? Maar ik heb vlogs. Van, en niet van jou. We hebben zelf ook filmpjes gemaakt toen we de allereerste keer hier binnenkwamen. Daarin kun je zien dat wij onschuldig zijn en dat wij niet... Daarin kun je zien dat toen jullie voor de eerste keer binnenkwamen er niks kapot was. En er nu dingen kapot zijn sinds jullie binnen zijn geweest. Die beelden spreken alleen maar tegen jullie. Dat is hetzelfde als met haar mevrouw de vlog 101. Ja, maar ik denk dat wij wel redelijk geloofwaardig zijn. Okay, maar ik wil heel veel nog stil zijn om het te horen. Oké, is prima. Lucas, always carry the bag. Dit is zo eng. Hiernaast het kan alles net zo goed zijn. Laten we... Maar dan moeten ze wel boven zijn, want beneden, we hebben heel beneden in één keer doorgelopen. Laten we zo stil als we kunnen teruggaan naar de plek waar we erin gekomen zijn. Jongen, dan lopen we heel wat gebouw door. Ja. Maar het kan toch niet dat zij er zijn, want wij hebben heel beneden zijn we doorgelopen. Uh-huh. We hebben hard gepraat. Ja. We hebben gelachen. Ja. Als hun dan de hele tijd al boven waren, dan hadden ze ons al lang gehoord. Maar ja, misschien deden ze wel hetzelfde als ons, en het waren ze van shit, er zijn mensen. Precies. Dus denk eraan, doe anders gewoon, wacht. Waarom blijven we hier? Doe anders gewoon je motorhelm op. Lucas, als eerste niet voor het raam staan. Als tweede, als jij je motorhelm opdoet en ik Dali, dan zijn we 3 keer zo angstaanjagend als normaal. Als we mensen tegenkomen, schrikken zij van ons. Dan slaan ze ons eerder.
Waarom, als wij met Dali rondlopen en een motorhelm, dan denken ze, fuck, we moeten weg. Is het ijzer? Het is ijzer. Mag ik dit? Oké, hier. Ik leg deze hier neer. Dat is Jesper die net naar binnen is gegaan. Waarom zou Jesper het zijn? Weet ik veel. Die moet eten nu. Het is al 4:15. Niet, het is 4:15. Schattig. Maar ik moet wel gaan. Oké, wanneer willen jullie gaan? Vraag Wouter. Bella Ciao. Ik weet het niet. Eerst dacht ik... Oh, je snap ik gehad. Eerst dacht ik, we gaan er hier gewoon uit en we gieten hem. En dan kom jij aan met dat bronbrood. Het is een beter plan. Oké, open de deur, we gaan. Barcelona, ik heb de leiding nu. Kom, doe wat ik zag. In de stikstof of zo. Doe wat ik zag. Kom. Hoor je dat? Dat was gewoon de deur. Doe hem dicht, doe hem dicht. Doe het nu of nooit. Ga dan. Waar gaan we heen dan? Naar de hoofdingang? Nee. Naar links? Ja. Oké, ik wil er heel veel pauze tussendoor nemen een keer. Nee, we moeten in één keer door. Drie. Op een moment. Drie, twee, één. Niemand. Ik hoor mensen achter ons staan. Kom, gaan. Nee, ik heb een veel beter idee. We gooien die deur dicht en dan rennen we. Damper. Dat doen we. We gooien die deur dicht. Dan komen ze niet achter ons aan. We gaan er gewoon weg. Nee, die deur is open. Ze kunnen elk moment... Kut. Oké. Kut, daar zijn mensen. Kut. Ik heb hier wandelig. Ja, maar dat mogen ze ons nog steeds niet zien. Voor hetzelfde komen ze er nu weer uit. Waarom kunnen we hier niet recht over het hek? Omdat het hek hier hoger is. Met de prikkeldraad erop. Oké, rennen dan. Met wat zijn het? Nee. 3, 2, 1, rennen. Kut, ik hoor ze. Deze kant hebben we. Kom. Hier is het hek al bijna. We gaan meteen overheen, ja? Doe, hou vast. Zo man. Ze hebben geen bewijs. Ik heb de hele tijd Dali opgehad. Ze kunnen onmogelijk weten dat ik Dali was. Ja, maar het is gewoon kut dat er mensen binnen zijn. Lucas, trouwens, rustig. Hiervoor hadden we die wapen. Ja, eerst dacht ik, we kunnen nog spoken horen. Maar toen hoorde ik letterlijk zo best wel dichtbij ook. Waarom was als je mij niet met een stok een beetje zo ergens aan het slaan was? Als je mij nou had gevolgd, dan waren die mensen tegengekomen. Holy kut. En nu ook nog eens de beste die deur open.
Maar was die deur al open toen we binnenkwamen? Nee. Wat kut. Hier, vlog eens even. Ik denk dat ze echt na ons binnen zijn gekomen. Ze hebben ons nooit gehoord. Maar hoe kunnen ze net toevallig na ons zijn binnengekomen? Nou, gewoon... Dit is ontzettend eng. Ik ben er eng. Ook 20 keer in geweest. Dus het zou een keer gebeuren dat we ze tegenkwamen. Maar de volgende keer, dan staan we daar met onze neppiestoeltjes en... Holy shit. En Dali-maskers. En dan is iedereen bang voor we ons. We hebben nog een deur open gelaten. Ik zei nog, doe die deur dicht. Kom, we gaan nu terug die deur dicht doen. Nee, die deur, nee, ik heb toch die oude deur. Waar wij eruit waarom heb je die open gelaten? Die kan alleen van binnen op slot gaan worden. Oh, kut, kut, kut. We kunnen hem niet dicht doen. Of we hadden dus, wat jij zei, door het hele gebouw moeten lopen. En dan hadden we ze 100% tegengekomen. We weten niet wat voor mensen het zijn, behalve dat het mensen zijn die een heel gebouw naar de tyfus helpen. En alles slopen wat ze zien. Ja, maar je weet niet met hoeveel ze waren. Ze konden even goed met 1 zijn als met 10. Ja, daarom. Dus daarom ga ik niet die gok niet wagen. We staan daar met motorhelm en Dali-maskers. Ze moeten bang voor ons zijn. Als er 6 jongens van 18 staan, ja, leuk. Ja, ze weten niet hoe oud wij zijn, ze weten niet wie we zijn. Nou ja, het was ontzettend spannend. Waar gewoon mensen. Zeker. Kijk, de volgende keer dat we in dat gebouw komen, dan wordt het pas... Zo, ik dacht politie. Wel een kluis trouwens gezien uiteindelijk. Zeker. De volgende keer dat we er zijn, wordt het banger. Als we dan de elite van hun er tegenkomen. Dan is het genieten. Zijn we met 4 of 5? Ah. Dan hebben we wel ook 2 sterke erbij. Wie zijn de sterke? Maarten en... Ik. Ik heb mijn mes ook nu bij me. Laat zien. Nee, oké, ik ben het vergeten. Ik kon mijn sleutel niet vinden. Lachen. Daar zit in de zak mee. Maar in ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken naar deze. Ik heb hem wel. Het is een mesje. Ja, dat zei ik. Een mesje heb ik bij me. Niet eens langer dan... Nee. Snijd je nagel eraf. Nou ja, in ieder geval. In ieder geval. In ieder geval hebben we het weer overleefd. We hebben niet de elite buiten kunnen houden, maar dat maakt niet uit. En... Het was de eerste keer dat je mensen tegenkwam. Nou, we wisten wel dat al dat er mensen waren geweest. En toen kwam dat er gesloopt is en zo. Maar het is de eerste keer dat we ze hebben gehoord, überhaupt. Mm-hmm. De vorige keer is er nog nooit iemand gehoord. Oké, dan mag je de vlog afsluiten. Zullen we er een keer een nacht overnachten? Dat zou vet zijn. Maar ook scare to hell. Ja, ik dacht dat hun juist mensen zouden zijn die alleen in de avond of 's nachts komen. Maar blijkbaar zijn ze dus gewoon om 4:30 's middags. Of 4:30 's middags. Of ja, in de middag. Uh-huh. Oh. Dat had ik niet verwacht. Dan mag je de vlog afsluiten. Nou, dan zien we hier even een throwback van Thijs. Abonneer. En dan moeten we allemaal nog even liken. En dan volg Harmen nog even op Insta. En mij. Die staan hier nu onder mij. En dan tot de volgende keer. Tot ziens.